Uiteindelijk is voor mij de kern van alles mensen helpen in wat in het leven het belangrijkste is, nooit vervreemding voelen. Zichzelf kunnen blijven. Niet de indruk hebben dat anderen je leven bepalen en dat je eigenlijk een vreemde bent in je eigen bestaan. Studenten moeten, als ze de universiteit verlaten, mensen zijn die hun toekomstige zelf voor een stuk op het spoor zijn gekomen. De oude stijl misschien, bildung, maar mensen moeten niet enkel vakspecialisten zijn, maar ook min of meer aantrekkelijke mensen die bij regen en ontij overeind blijven en de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen. Dat was mijn onderwijsplan. En dan op maatschappelijk vlak vind ik dat de universiteit een lichtend pad moet zijn voor de samenleving, waar lange termijn perspectieven worden ontwikkeld en zonder angst of vrees om in debat te gaan met de rest van de samenleving.